Goedemiddag engineers, mijn naam is Luc en ik ben voorlopig jullie instructeur door de wereld van kinematica, de wetenschap die zich richt op beweging. Nou, welkom in de eerste video van deze reeks over kinematica. In deze les richten we ons op een systematische benadering van kinematische vraagstukken met behulp van een voorbeeldvraagstuk. We benaderen dit probleem zo algemeen mogelijk. Dit zodat je leert hoe je uiteenlopende variaties op dit soort vraagstukken kunt aanpakken. We doen dit opgesplitst in een aantal te onderscheiden fases. De focus ligt vandaag niet op de meest efficiënte oplossingsstrategie, maar op de meest algemene. We willen een methode bieden die je kunt toepassen op verschillende scenario's en problemen. We bespreken voor elke fase waar je op moet letten en welke vaardigheden je kunt oefenen om jezelf hierin te verbeteren. Aan het einde geef ik een aantal vraagstukken uit je theorieboek op die je zelf kunt oefenen. Ik raad jullie sterk aan om deze opgave zelfstandig te doen. Vanuit een leerpsychologisch oogpunt is dit essentieel. Het actief oefenen van opgaven stimuleert namelijk het proces van een actieve herinnering. Dit houdt in dat je niet alleen informatie opslaat, maar deze ook actief uit je geheugen ophaalt en toepast. Dit proces versterkt de neurale paden in je hersenen, waardoor je de geleerde stof beter blijft hangen en deze makkelijker toegankelijker wordt voor toekomstig gebruik. Laten we beginnen met onze oefenopgave. Nou, een motorrijder staat aan het begin van een helling in stilstand. De helling heeft een constante hellingshoek van 30 graden. Als de motorrijder zich uitsluitend door de zwaartekracht laat versnellen en er verder geen wrijving of aandrijving van de verbrandingsmotor is, welke snelheid bereikt hij dan na 7 meter? Stap 1. Het interpreteren van de gegevens. Voor sommigen van jullie gaat dit vanzelf, maar voor anderen kan dit best wel lastig zijn. Ik loop nu gewoon met een marker door de tekst en zet elk stukje om in een specifiek gegeven of verband. Kijk, de motorrijder begint vanuit stilstand. Dit betekent dat zijn beginsnelheid, die ik heel even VA noem, gelijk is aan 0. De helling heeft een constante hellingshoek van 30 graden, wat wijst op een rechtlijnige beweging, maar dan schuin, namelijk 30 graden gekanteld ten opzichte van het horizontale vlak. Het feit dat de motorrijder alleen door de zwaartekracht voortbeweegt, vertelt ons dat dit een eenparig versnelde beweging is. De versnelling A is hier een component van de volversnelling G. En tenslotte, als er staat na 7 meter, dan weten we dat de afgelegde weg S in dit geval 7 meter is. Nu we alle gegevens duidelijk hebben, kunnen we verder naar de volgende stap. In stap 2 gaan we de situatie visualiseren met de schets. Eerst tekenen we de helling, waarbij we de hellingshoek, de afgelegde weg en de richting van de zwaartekracht duidelijk aangeven. We noteren ook de beginsnelheid die we al kennen en de eindsnelheid die we nog moeten bepalen. Vervolgens kiezen we een assenstelsel. Voor deze situatie plaatsen we de x-as parallel aan de helling. We duiden het startpunt van de motorrijder aan, het begin van de helling, als punt A. Met de coördinaten 0,0, want we kiezen dit als oorsprong. Het eindpunt na 7 meter wordt punt B. En die krijgt dan de coördinaten 7,0, want in de y-as was geen beweging. En nu we klaar zijn, kunnen we door naar stap 3. Het verwerken van de gegevens. We hebben alle gegevens geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Het volgende wat we gaan doen, is het omzetten van de gegevens naar de meest bruikbare vorm. Dit betekent dat we in sommige gevallen de eenheden moeten omrekenen. Maar in het geval van dit probleem hoeven we alleen maar de versnellingsvector g te ontbinden in de richting van ons gekozen assenstelsel. Ook bij het ontbinden van vectoren kan het voor het overzicht verstandig zijn om hier even een tekening bij te maken. Bij deze stap begin ik met het tekenen van de werklijnen van mijn assenstelsel. Vervolgens teken ik in een andere kleur de horizontale lijn. Want ik weet dat de helling een hoek van 30 graden maakt
met het horizontaal en dat de valversnelling hier haaks op staat. Vervolgens teken ik even een hulplijn om een denkbeeldige driehoek te maken met de totale valversnelling en de component langs de x-richting hiervan. Ik weet dus dat de versnelling in de x-richting gelijk is aan deze component van de valversnelling. Omdat deze component gx de overstaande zijde is in de driehoek, gebruiken we de sinus. Door alles in te vullen kan ik uitrekenen dat de versnelling gelijk is aan 4,81 meter per seconde kwadraat. Nu zijn we bij de meest moeilijke stap aangekomen, de oplossingsrichting. We hebben al onze uitgangspunten, maar welke verbanden gelden er nu? Zoals ik eerder in de video zei, het doel van deze video is niet de meest efficiënte manier, maar de meest algemene manier. Voor de meest efficiënte manier moet je herkennen dat we een eenparig versnelde beweging hebben. Oftewel een rechtlijnige beweging met een constante versnelling. Vervolgens kun je in het formuleoverzicht op pagina 777 van je boek vinden dat deze formule, die het verband tussen snelheid, versnelling en afgelegde weg beschrijft, de eindsnelheid als enige onbekende heeft. Oftewel, die kun je gebruiken en dan ben je klaar. Maar het is goed om te beseffen dat we in latere lessen ook complexere voorbeelden behandelen waar geen directe formule van is. Neem bijvoorbeeld deze bal op een heuvel waarbij de versnelling is gegeven als een functievoorschrift van de plaats. Dus het is handig om zelf formules te kunnen afleiden. Heel kinematica is namelijk terug te herleiden naar twee basisformules. De eerste die luidt dat de snelheid de verandering van plaats per tijdseenheid is. En de tweede die luidt dat de versnelling de verandering van snelheid per tijdseenheid is. Door deze twee vergelijkingen te combineren kunnen we de tijd elimineren en krijgen we ook nog de vergelijking ADS is VDV. Deze vergelijkingen staan zo in differentiaal vorm. In kinematica, specifiek in situaties zoals het voorbeeld van vandaag, gebruiken we bijna altijd de integraalvorm van de bewegingsvergelijkingen. Dit komt omdat we meestal zijn geïnteresseerd in het relateren van de begin- en eindtoestanden van een systeem over een bepaalde tijdsinterval of over een bepaald traject. We zoeken nu naar de vergelijking die het effect van de versnelling over een bepaalde afstand, want die is gegeven, op de snelheid beschrijft, want we willen de eindsnelheid weten. Deze stelt dat de integraal van de versnelling ten opzichte van de verplaatsing van begin tot eindpunt gelijk is aan de integraal van snelheid ten opzichte van zichzelf van de beginsnelheid tot de eindsnelheid. Dit is precies wat we zoeken. Deze vergelijking bevat slechts één onbekende, de eindsnelheid. Voor nu gaan we door naar de laatste stap, de algebraïsche uitwerking hiervan. Het is belangrijk om op te merken dat er vaak simpelere manieren zijn om een eenvoudig integraalverband op te lossen als deze. Bijvoorbeeld met de oppervlaktemethode. Daarnaast is het ook belangrijk om op te merken dat er voor sommige vraagstukken meerdere vergelijkingen nodig zijn om tot een antwoord te komen. Maar gelukkig voor jou hebben we hier allebei ook video's voor gemaakt. Oké, we hebben dus de integraalvergelijking. VDV kunnen we uitwerken door de machtregel toe te passen en het juiste bereik in te vullen. We weten dat de beginsnelheid 0 was. De term met 2a erin, die valt dus weg. Verder, omdat onze beweging alleen maar in de x-richting is, kunnen we het bereik van de afgelegde weg invullen met de x-coördinaten. Ook hier kunnen we weer de machtregel toepassen en het bereik invullen. 34,34 is dus gelijk aan een half vb kwadraat. Deze vergelijking kunnen we oplossen door aan beide kanten met 2 te vermenigvuldigen en de wortel te trekken. Dit geeft een eindsnelheid vb van 8,3 meter per seconde. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste les over de systematische probleemaanpak voor kinematica. Laten we kort terugblikken
op wat we hebben geleerd. In stap 1 hebben we de gegevens uit de vraag geïnterpreteerd en geleerd hoe we de tekst om kunnen zetten in gegevens en verbanden. De gegevens staan er vrij letterlijk in, maar voor de verbanden moet je soms iets beter lezen. Stap 2 bracht ons bij het visualiseren van de situatie. Een duidelijke schets met een slim gekozen assenstelsel maakt namelijk het vraagstuk simpeler en overzichtelijker. Tijdens stap 3 hebben we de gegevens omgezet in bruikbare vormen. Voor ons specifiek probleem betekende dat het ontbinden van de valversnelling in de richting van de helling. In stap 4 hebben we gekeken naar de oplossingsrichting. Hierbij ga je op zoek naar de verbanden die geldig zijn voor dit type beweging. Onthoud dat heel kinematica terug te herleiden is naar twee formules. Maar je hoeft niet altijd het wiel zelf uit te vinden. Achter in je boek op pagina 777 is namelijk een tabel met de formules zoals die waarbij de snelheid constant is. Tot slot hadden we stap 5, de algebraïsche uitwerking. Hierbij werk je alles uit en kom je tot een antwoord. Deze stappen vormen een krachtig raamwerk om kinematische problemen aan te pakken. Maar onthoud, de echte kracht van het leren ligt in het zelf doen. Ik geef hier een aantal opgaves die goed bij het onderwerp van deze video passen. Hierdoor groeit niet alleen je kennis, maar ook je probleemoplossende vermogen. Dit was een video van het kanaal van de Hogeschool van Rotterdam. Abonneer je op dit kanaal voor meer uitleg en tips en trucs die je helpen om een ster in engineering te worden. Tot de volgende keer en veel succes met oefenen!